Zoals de meeste mensen van jullie weten, ben ik geen fan van lang achter mijn computer zitten om foto's te retoucheren. Dus als een bedrijf naar mij toe stapt, van Ferry, we hebben een nieuw programma. In dit geval gebaseerd op AI, wat de nabewerking van jouw foto's kan versnellen en, en vergemakkelijken. Dan ben ik uiteraard natuurlijk heel erg bereid om. Deze te testen. En dat is de reden dat we het vandaag gaan hebben over het nieuwste programma, namelijk Luminar Apache. Ik heb het hier geopend. Nou, als eerste moeten we een project maken. Laten we die even demo noemen: Create Project. En uiteraard moeten we foto's hebben. Nou, ik heb hier even een aantal foto's staan. Noemen we openen. Ik heb verschillende camera's gebruikt. En laten we even kijken wat hij doet. Nou, hij gaat het nu openen. En dan kunnen we gelijk even snel het scherm doornemen. Ik zie hier dus de foto's staan. Hier onderin kunnen we dus kiezen voor foto's om te gaan bewerken of niet. We hebben hier een rolbewerker. Nou, als ik nu als eerst naar de foto kijk, dan word ik persoonlijk hier niet zo enthousiast van wat die met de skin kleuren doen. Laten we even kijken wat ik kan doen. Appetit default, maar laten we hem even kijken hoor. Camera portrait, dat zou kunnen. Standaard vind ik niet zo. Dit vind ik misschien nog de beste die er is. Alleen, nou ja, exposure wise vind ik hem wel goed. Dan heb je curves, color. Hij mag van mij een slagje meer saturatie hebben. Dus dan geven we hem dat. En dan van de rest ja, heb je eigenlijk gewoon standaard rolbewerkings. Tools die je in elk programma hebt. Dus om dit heel erg door te nemen, vind ik persoonlijk niet zo interessant. Dan hebben we nog een aantal opties aan de zijkant staan. Uh, deze. Oh, dit is dus masking. En als ik dan nu bijvoorbeeld doe uh, all people. En dit duurt altijd even twee tellen, want dan moet hij namelijk gaan scannen. En ik heb het net al even snel getest. Um, Normaal gesproken gaat het een stuk sneller, want ik ben nu ook een schermopname aan het doen. Daar wordt iets trager van. Maar ik heb nu dus een persoon. En dan kan ik die dus lichter of donkerder maken. Uh, ja, wijs op zich aardig voor zicht, denk ik, als ik dit zo kijk. Doen we even delete. Dan krijgen we hier cropping. Nou, laten we een klein beetje kroppen op de ogen. Hier ongeveer. En dan gaan we naar de volgende. Nou, dit zijn inderdaad de roldingen die ik net had. En dan zou dit het punt moeten zijn waar het om gaat. En dat is namelijk retoucheren. En Luminar zegt dat ze gaan retoucheren op basis van AI. En ik moet zeggen: het gebruik van het woord AI begint een beetje een hip ding te worden. En ik ben er eigenlijk altijd aardig sceptisch over. Want uh, de meestal, als bedrijven noemen van: we hebben dit met AI gemaakt. Dan. Komt eigenlijk op neer dat ze een automatische preset selector geprogrammeerd hebben, waarbij ze de code gegenereerd hebben met AI. Zo komt het tenminste bij mij over. Maar hun zeggen: nee, we hebben echt op foto's getraind en dit moet echt goed werken om je portretten te kunnen reduceren. En over het trainen van AI, onlangs was er bij een kon-collega heel veel gedoe over dat ze dus. Beelden van gebruikers stiekem gebruikt om hun AI mee te trainen en dat was ook een vraag bij de introductietraining van dit programma en daar zei ook de mensen van Luminar heel sterk van: nee, we hebben een aparte bank aangekocht en van die foto's hebben wij daarmee hebben we de AI getraind. Dus als je bezig bent met bewerken hoef je niet bang te zijn, zeggen hun dat hun stiekem meeloopt te kijken om hun AI te lopen trainen. Maar goed, terug naar de foto. We hebben hier een aantal opties, en de eerste die we hebben, de belangrijkste skin. Um, hierboven staan nog People en staat Coming Soon. Ik werk nu nog op een van de laatste beta-versies. En op het moment dat die echt geïntroduceerd wordt, echt beschikbaar is, dan kan je dus ook nog per persoon instellen wat je aan nabewerking doet. Het eerste wat we gaan doen is de skin, en ik ga hem even. Helemaal in het meest extreme trekken om te laten zien wat hij doet. En dan terwijl hij aan het rekenen is gelijk een mooi moment voor de volledige transparantie. Ik heb deze versie van Appartee gekregen om te testen. En mocht jij nou na het zien van deze video denken van... Hé hey Ferry, ik vind het helemaal te gek. Dit gaat voor mij super goed werken. Gaat me heel veel tijd besparen in nabewerken. Ik wil het ook hebben. Als je dan op onderstaande link klikt voor 30 september... 2024, dan kan je Appity pre-orderen voor eenmalig 219 euro en dan heb je een licentie voor de rest van je leven. Koop je na die datum, dan betaal je 179 euro per jaar je leven lang. En als je eenmaal volledig geïntroduceerd is, dan gaat de prijs nog iets omhoog. Dus afhankelijk van wanneer jij Appity koopt via onderstaande link, verdien ik ook een klein percentage erop. Wat mij weer helpt om meer van deze video's te maken. Mocht jij nou zo denken van, hé, hey, ik vind dit programma eigenlijk totaal niet geschikt. Is niks voor mij, maar ik vind het wel een top video. Geef dan een duimpje omhoog en vergeet niet om dan gelijk even te abonneren. En een super thanks mag natuurlijk altijd. Dat helpt mij ook weer om meer en betere video's voor jullie te maken. Maar goed, we gaan snel terug. De Skin Retouching, als we er nu naar gaan kijken. Een beetje inzoomen. Dan heeft hij naar mijn eerste blik best een goede job gedaan. Ik vind hem misschien hier iets te zacht en hier had hij misschien iets meer, maar laat hem even een klein beetje omlaag trekken en de details ook een slagje omhoog doen en dan gelijk kijken wat hij met een freckle remove doet. doen. Want het is Marlijn rood haar heeft het een heel klein beetje. En nou, misschien met de details vind ik hem nog steeds hier nu een beetje nep worden. Klein beetje terugtrekken, blimey remove een stukje terug. Laat ook een klein beetje uitzoomen. En als we nu heen en weer gaan, dan zie je dat hij echt best wel heel erg goed zijn best gedaan heeft. En wat ik het belangrijkste vind, is dat je niet gelijk een complete plastic huid krijgt. Nou, hier neigt hij een beetje tegenaan, maar dit blijft nog een heel mooi smooth. Laat nog iets terughalen. Als ik dit doe, en we gaan heen en weer. Dan vind ik hem eigenlijk nog steeds natuurlijker uitzien. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. En het grootste probleem met heel veel van de automatische nabewerksprogramma's is dat het heel snel, heel erg nep wordt. Maar als ik er nu naar kijk, ziet het er gewoon heel erg goed professioneel bruikbaar uit. Uh, bijna net zo goed als ik het zelf helemaal met de hand met frequency separation gedaan zou hebben. Alleen als ik dat moet doen, ben ik gemiddeld tien minuten kwartier per foto bezig. En als dit twee klikken is en even twee minuten wachten, dan scheelt mij dat enorm veel tijd. Dan hebben we nog Skin Smoothing. Ik ga hem weer even volledig aanzetten. Nou ja, dit wordt Plastic Barbie Pop. Laten we dit niet doen. Laten we hem iets terugtrekken. Laten we ongeveer hier doen. En trouwens, ik heb inderdaad het oog hier onderin. Dan kan je heel snel kijken van wat je nou gedaan hebt in het totaal. Um, voor mijn kleine wens, ik zou het ook graag hier per functie nog even aan en uit kunnen zetten. Dan hebben we hier Face Skin Color Correction. Als we die volledig doen. Nou, dat lijkt niet extreem veel te doen. Dark Circle Removal. Misschien is het ook wel egaal genoeg is, wat zou ik ook al kunnen al. Maar ja, ze hebt niet echt donkere cirkels onder de ogen. Ah, oh, je ziet wel iets dat hij doet trouwens. Hier, is goed op bed. Vloep is hier weg. Nu zit er weer iets in. Ik denk als ik hem ongeveer hier hou, dan blijft hij netjes face brighten. Laten we die even volledig openzetten. Ik weet niet of hier vrolijk voor worden. Nee, hier gaan wij niet vrolijk voor worden. Laten we iets terug doen. En dan wel shine removal. Nou, zit hier volgens mij niet heel veel shine in. Laten we hem hier even opstaan. Oké, okay, dus dit is het skin gedeelte. Dan gaan we door naar de ogen. En dan gaan we beginnen met Iris Visibility. En het van me op standen staat hij op een stand, maar op het moment dat je pas echt aan de slider gaat trekken, gaat hij wat doen. En als je nu kijkt naar inderdaad aan ogen, dan knalt hij er wel een stuk meer in. Een beetje Iris Flare erin. En bijvoorbeeld, deze functie dat ik dit nu automatisch kan doen, dat scheelt mij enorm veel tijd. Ook weer normaal gesproken, ik het allemaal handmatig op de oogjes. En als ik dat nu gewoon in één badge kan doen, top. En als we deze open klikken kunnen we ook nog eens een keertje de. Oogkleur veranderen naar nou, blauw, maar dat is een beetje heel gek. Maar hazel of misschien zelfs honey. Laten we zien wat honey doet. Maar nou, dit past wel nou, heel eerlijk. Hazel vind ik mooier bij Marlijn nu staan. Dan kunnen we nog remove remover doen. Nou, we hebben weinig redness in deze foto zitten. Nou, even inzoomen. Dan gaan we eye whitening even helemaal open. Zitten, kijken wat dit doet. En als je naar hiernaar kijkt. En ik noem terug. Je ziet vooral hier in de randjes wordt het allemaal even wat witter. En wat ik wel fijn vind als ik er zo naar kijk. Het is niet dat het helemaal desatureert, Dat het een soort van grijs wordt. Maar het wordt gewoon een mooi... ja, Een beetje het ergste rood houdt het eruit. Maar het blijft wel in de kleurtype zitten van het oog. En dan gaan we nog Iron me doen. Laat ik hem ongeveer hier zetten. Verscherpt het oog krijg je meer blik op de ogen. En... Iets wat ik me inmiddels aangeleerd heb, is dat je regelmatig even moet kijken naar wat heb je nou gedaan dat je niet te over de top gaat reduceren. Mout, wat kan Mout doen? Nou, ik zie teeth whitening en teeth whitening staan. En ik heb geen tanden in deze foto zitten, dus dit kan ik nu niet laten zien. Make-up, wat doet make-up? eens even kijken. Oh, ja, hier kan je dus zo te zien het hele... Gezicht mee geen make-up. Laten we beginnen met de cheeks. Die even opentrekken. Dus trouwens de blush. En dan zie je dat heel erg veel. Nou, dit is natuurlijk heel erg lelijk. Als dus even terugtrekken. Oh, dit ga je naar de toning doen. Uh, laten we dit even heel. Nou, weet je, ze had zelf al make-up op. Dit nu extremer in gaan brengen is gewoon heel erg lelijk. Uh, contour. dit breekt dat de highlights en shadows heel erg in het gezicht. Dat geeft meer vorm in het gezicht. We kunnen we de verder nog even volop aanzetten? Maakt hem iets natuurlijker. Trek hem even een beetje terug hoor. Een beetje heen en weer. En dit geeft net wat meer shape en vorm in het gezicht. Ik vind het op zich niet slecht. Dan de highlights. Ik zag het nu vooral even op de kin volgens mij. Nou, hier zien we het heel duidelijk komen. Nou, doet een aardige job zo te zien. Maar ik trek hem overal even iets terug, want ik vind ja te snel, te ver. Het is misschien mooi en leuk, maar het moet voor mij niet te. Dan inderdaad. Uh, highlights. En dan eyeliner. Wat doet eyeliner? Ik ben geen make-up ik weet niet van wat eyeliner doet, sorry. Trek hem even in het extreme. even kijken wat hij gaat doen. Hij moet waarschijnlijk even uit processing image. Ik ben te snel. Ik zie deze functie persoonlijk nog niet heel veel doen. Dan gaan we naar eyebrow enhancement. Trek hem even open. Nu zien we dat de het... wenkbrauwen een stuk beter worden. Dan gaan we naar de lippen. Dan kunnen we daar ook de saturatie toevoegen. Nou, dan krijgt hij een stuk meer saturatie erin. Eens even kijken waar we het mooi vinden hoor. Dat is wel heel dik iets terug. Of niet zo heel vol rood van mij, tenminste, dat is dus te. Ja, misschien een klein beetje darkening. Dan maakt hij hem ook altijd wel wat. Mooi. Laat hem even ongeveer hier houden. Maar hij doet in principe een nette job om de, ja, de lippen meer aan te zetten. En dan weer nog body skin. En het is ook wel fijn dat hij naar het body skin erbij doet tegenwoordig. Uh, want vaak doet software het heel goed op bijvoorbeeld het gezicht, maar dan de handen niet. En daar zie je heel erg van dat er wat vergeten is te reduceren. Dus zie je dat hij inderdaad bij de handen hier mooi wat een klein beetje aangepast heeft. Oké, okay, dan hebben we dit stuk gehad. Dan hebben we hier nog uh, ja, body resizing. Om het zo maar even te zeggen. Gewoon ja de automatische liquifier. Laat het even zo, het zo maar even zeggen. Uh, laten we eerst face. Noemen we even face slim. En die duurt af en toe even twee tellen met rekenen. Nou, je duwt hem echt in elkaar, maar laten we dat niet te veel doen. Dit zijn eigenlijk functies van iedereen die zegt van, ik heb problemen in mijn lichaam. Kan je dit of dat rechtzetten? Uh, hiermee kan je het heel snel doen. Kunnen we ook nog de ogen, laten we eens even kijken wat deze doen. Die maken is eens goed ze heel groot. Dan krijg je van die manga ogen. Nou, dat vind ik niet mooi, maar hey, stel je hebt het nodig, je kan het ermee doen. Dan kan je ook nog de vorm van de wenkbrauw aanpassen. En de distance tussen. Dus je kan ze naar elkaar toe trekken of uit elkaar duwen. En hij moet steeds even twee tellen rekenen. Maar ik vind het eigenlijk niet mooi, dus laten we dit gewoon even netjes terugzetten. Je kan ook een complete nose job doen. Dus je kan uh, de bridge man shop laten verbreden maken. Kijken wat hij doet. Nou, krijg krijg een hele brede neus. Gaan we even smaller maken. Heel smal is eigenlijk te smal bij een Michael Jackson neus. Ik weet niet of ik het mag zeggen of niet, maar ja, dat. Uh, de nose tip kan je nog omhoog en omlaag zetten. Dus het puntje van de neus. Of tenminste breder of smaller maken. Het wordt een heel klein neusje, maar laten we gewoon lekker normaal zetten. Ehm... Uh, je kan nog in de hoek veranderen hier, maar we kunnen ook naar de mond gaan. Dan kunnen we de lippositie hoger of lager zetten. En dat ook de lippen groter maken. En wat ik hier fijn vind is dat je dus wel de functie hebt dat je even aan en uit kan zetten om te zien wat je nou gedaan hebt. En we kunnen ook nog de algehele body shape veranderen. En dan kunnen we nog even naar de laatste toe. Die zit hier. En dan heeft die onder andere ook nog functie hier om je complete gezicht te relighten. Uh, ik, tellen, ik heb dit nooit gebruikt nog. En of ik dit ooit ga gebruiken, geen. Even kijken of ik het snel wil doen. Nou, hier komt hij al. Amount. En ik nou, kan je zien, Je kan gewoon op, compleet opnieuw de lamp eigenlijk op het gezicht plaatsen. Maar ik vind het nu eigenlijk veel te licht worden. Uh, maar ik denk het gerust. Portretten zullen zijn waarmee je dit kan gaan redden. Laat het nu gewoon even uitzetten. En dan gaan we nu door naar Portable Bokeh. Nou, het is met 1.2 lens genomen. Dus ik weet niet of je nog meer Bokeh toe zou moeten willen voegen. Dan heb je nog een functie om LUTs te doen. Nou, laten we eens even kijken. Uh, Maria. Die kunnen we naar maand aanpassen. Net wat je mooi vindt. Je kan nog grain toevoegen. Je kan nog een vignette toevoegen. Je hebt nog een high key functie. Nou, vind ik niet zo heel denderend, eerlijk gezegd. Maar goed, het zit erin. En dit zijn even de belangrijkste functies van Luminar Apathy. Um, mijn eerste reactie is dat dit voor mij waarschijnlijk een programma gaat zijn wat ik best veel voor mijn portretten, bewerking ga gebruiken. Ik hou niet van urenlang photoshoppen. En als ik nu kijk naar het resultaat... wat ik hier uit kan halen met AI... gaat dit voor heel veel... voor de portretten die ik maak... waar ik nooit zo heel veel bewerking op hoef te doen... heel erg veel tijd schelen. Dus mocht je nu na het zien van deze video denken van, nou Ferry, ik wil het ook hebben, klik dan op de onderstaande link en kijk wat op dit moment de speciale deal is die je kan krijgen. En als je zoiets hebt van, ja, ik heb dit niet nodig, ik ga lekker zelf een fotoshow oplopen, rommelen. Uh, tuurlijk ook helemaal prima, maar mocht je dan een leuke video gevonden hebben, geef een duim omhoog hier beneden. Vergeet niet te abonneren. Je kan ook hier klikken om te abonneren en hier voor video's die ik eerder gemaakt heb. En zie ik je hopelijk graag snel terug bij een volgende video. Hoi hoi!